De Bakoven-arbeidersbond Nikeri, BABN, vraagt de regering om in te komen met oplossingen bij het Bakovenbedrijf FAI. Dit verzoek deed Diane Zwarka, voorzitter van de BABN, vandaag op een persconferentie in het C47-gebouw. De bond heeft de stand van zaken in het bedrijf en de positie van de werknemers besproken. Zwarka zegt dat de regering niet alleen moet inkomen omdat zij aandeelhouder is van het bedrijf, maar ziet graag dat ze haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Dit is nodig om de positie van de werknemers te beschermen. Mensen daar verdienen niet veel. Ze leven van dag op dag, van maand op maand. Eén van de maand staan ze in de rij om te wachten wanneer het geld wordt gestort om andere uitgaven te doen. Ze hebben geen reserves, dus 2 weken volhouden zit er niet in. Al zouden ze graag aan het werk willen blijven, ze gaan dat niet kunnen, omdat ze niet met een hongerige maag aan het werk kunnen komen. Ze moeten brandstof hebben, et cetera, et cetera. Dus minister, we vragen u niet als klein aandeelhouder op te stellen. Want hij zegt van ja, ik ben 10% aandeelhouder, ik kan niet beslissen voor de rest. Ik zeg, neemt u uw verantwoordelijkheid als regering van de Republiek Suriname, omdat de regering een ultieme verantwoordelijkheid heeft voor alles wat er gebeurt in het land en zeker ook in het bedrijf. En de bestaanszekerheid van de zoveel honderden werknemers te garanderen, dat behoort tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de regering. En neemt u die verantwoordelijkheid. Omdat dit bedrijf, een agrarisch bedrijf, als u een week sluit, raakt het zodanig snel in verval dat de waarde zodanig afneemt dat het onaantrekkelijk wordt voor andere investeerders of voor jezelf om verder te gaan. En je hebt veel meer geld nodig om te investeren in het bedrijf om weer bovenop te komen. Dus we hebben gezegd van minister, neemt u de verantwoordelijkheid, betaalt ze en later kunnen we dus dan kijken van wat het juridisch vraagstuk daarover wordt. Diane Zwarka, voorzitter van de Bakoven-arbeidersbond Nikeri. Hij heeft graag dat de lonen van de werknemers uitbetaald worden en dat het bedrijf in productie blijft.